Hallo, beste kijkers van Luca Gaming. Ik heb bij het begin van deze video, ik heb het eigenlijk te lang gedaan. Dus nu is het eigenlijk deel 1. Maar ja, ik ga jullie even kort samenvatten hoe het begin was. Het was een klein meisje. En ja, dat is ze nu nog steeds. En ze was daar, ze was aan het wegrennen voor een ijsbeer. En toen kwam dit hondje en die beschermde mij. En toen moesten we naar het dorp en die was helemaal... Ja, al die mensen waren afgeslacht. En toen kwamen we de uilenmeneer tegen. En toen moesten we zijn trommel stelen. En daar kwamen we heel moeilijk vanaf. Maar ja, ik heb het nu onder ogen. Dus ja, nu moeten we denk ik weer terug. En kijken wat ze te bieden hebben voor ons. Want dit is echt een hele vette game, vind ik. Kom, hondje. Of vosje is het eigenlijk, hè? Oké, daar moet dat vos. En dan moet die touw. Oh. Oké, en wachten hoor. Zo, en dan zo. Oké. Die moet even anders. Zo. Huh. Zou je iets doen? Nee. Sorry als hier vieze gelijkjes in zitten, dan kan ik niks aan doen. Oké, kom op, kom op, kom op. Oké, dus dit doe ik hierheen en dan springt erop. Vet hoe deze game eruit ziet en wat je allemaal moet doen. Vind ik wel vet. Zulke games hou ik. Dan ga ik Thief nog kopen en Outlast. Maar deze doen we nu even eerst, want... Eerst even kijken. Zo. Oké, ik heb wat gekregen. Holy fuck. Wat was dat? Kan ik nog vechten? Kijken. Dorphistoricus. Dat is de verkeerde. Dit. Bolla. Oh. Ze zeiden ook in een filmpje dat ze groter werden en ze kon goed jagen. Dus we gaan denk ik nu ook jagen. Oh shit, hoe moet dat hondje doen? Oh ja, die deed altijd zo, hè. Ja. Oké, ze hebben een soort... Ja, de wind heeft een soort pad voor ons gemaakt. Nice. Bola richten. Oké. Ja. Oké, bola richten. Ja. Bola gooien. Oh, vet. Fucking vet. Oh, en dan moet je daarop richten. Oké. Oh, kijk. Oké. Okay. Oké. Dus zo. Oké, met links doe je dit en dan met rechts. Oké. Kom, hondje. Goed zo. Dus met links. Zo richt je en dan zo. Oké. Nice.
Kom hondje. Zo kan ik ook mensen... Oh, fuck. Dat was niet de bedoeling. Oké, B. Even een rondje. Sorry, ik ben de Xbox heel erg gewend. Richten, gooien. Richten, gooien. De bergzeren wordt nu opgevraagd. Ook op je maatje. Holy fuck! Vasje. Vasje 102. Oké. Okay. Dan gaan we even liggen. Dan gaan we weer even liggen. Dan wordt hij naar je liggen. Je bent zeggen we noem Atoma. Ook op je uitzoeta. Dan gaan we weer even liggen. Of niet, ja. Ja, ik kom maar. Kom maar naar het vogel. Eerst even deze wind. Ja. Kom maar vast. Oké. Oké, nice. Vastje. Dankjewel, Vos. En die Vos daar. Dankjewel. Oh, dat is vooruit. Nice. Goed zo, eentje. Oké, nou even blijven liggen. Of niet? Oké, laten we even kijken. Silatane Luna Kingata in Nicholo Kissel. Holy fuck! In Nicholo Tato Kameo. Het kakawa. Agala in de berg Sierra-Rode. Saperina Simmel. Oh, ze wil mijn cat. Oh, hij wil mijn cat in, oké. Dan moeten we even goed rennen. Geen lefzaamberg, dokter, dan kan ik geen lemmet nou. Dan wil ik even wachten. Holy fuck, wat graf is die vent. Waar moet die hond nou weer dan? Die janken, ik leef toch wel weer. Zie je dat een hond zoveel van je kan houden? Dat is ook in het echt zo. En ik vind het gewoon een en al grofheid dat iemand een hond mishandelt. Kom op, snel. Goed zo. Go. Ga nou weg, heel dik zaak. Je dikke pokkel. Kom maar nog meer vrienden dan Andreen.
Ga weg, jong. Krijg ebola. Nee! Moet ik helemaal serieus overnieuw? Als ik overnieuw moet, word ik gek. Ik schreeuw naar een baby. Oh, gelukkig. Weg, vieze meneer, pedo. Doei doei. Breed. Holy fuck. Annap kaaslik kalwaktuk. Agalaan igilaan niet. Zegarlach sisi njaktuk. Jezus. Bole expert. Daarna stopt het even en werd opnieuw winderig. Het was moeilijk om iets te zien in de sneeuwstorm. Robert Cleveland, dat is ook van die dorp. Vet. We hebben een nieuw hoofdstuk. Gelukkig hebben ze het warm. Maar dat hondje dan. Zie dat hondje. Shiny, shiny. Land. Bloed. Elke land door het pakkenbeetje. Nou jongens, we zijn hier geëindigd eigenlijk. Maar wacht even, laten we eerst even dit kijken. Oké, het ijs was ontstaan. Nou. Oké, dus we gaan hier op. Kom maar, hond. En dan eindigen we de part. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En in die game. Ik hoop dat je deze, Never Alone game wel vet vindt. Laat die like achter en dan zie ik jullie of jij in een nieuwe video die ik maak. Later.